Na zes jaar stopt Larissa Verhoef als stadsdichter van Ede. Samen met Larissa kijk ik terug op haar periode als stadsdichter. Larissa, uh, jij gaat stoppen als stadsdichter. Waarom ga je stoppen? Ik ben het zes jaar, zes jaar is heel erg lang. Het zijn bijna 2000 dagen. En uh, ja, het is goed zo. Ik denk dat het tijd is om een andere poëtische wind door Ede te laten waaien. Ja, je geeft iemand anders hiermee de ruimte. De ruimte en de kans. En ik vind ook dat Ede uh, uh, het verdient om zoveel mogelijk uh, dichters de kans te geven om uh, zichzelf te laten zien voor Ede. Uh, ja. hoe, hoe was jouw periode als stadsdichter van Ede? Ik heb deze zes jaar echt. Alles uit de kast geprobeerd te halen. Ik ben heel erg slecht in het zeggen van nee. Dus ik heb heel veel gedaan. Uh, ik heb bijna uh, 150 optredens in, het, uh, in die zes jaar gehad. Ik ben overal geweest bij de uh, vrijwilligers, bij daklozen. Ik heb zelfs voor een prinses gestaan. Het was heel uiteenlopend. Ik zie jou helemaal glunderen. Uh, is dat ook hoe je zo terugkrijgt met zo'n glunder uh, op jouw uh, stadsdichterschap? Ja, ik wil er wel bij zeggen dat ik, uh, me, uh, dat ik toen ik bij de daklozen was het net zo mooi vond als voor een prinses. Want het uh, heeft heel veel uh, verschillende kanten, het stadszichterschap. En uh, voor een prinses was spannend, maar voor de daklozen was ik ook erg ontroerd uh, en ontzettend aangedaan. En wat me ook heel erg is bijgebleven is de dag... Um, voor de nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven, dat was heel heftig in het gemeentehuis stonden die. Dat, uh, hun pijn is mij heel erg bijgebreven. En ik vond het heel bijzonder dat ik daar woorden aan mocht geven, dat ik ze. Nou ja, voor zover je zulke tragedie kan, kan omvatten, maar dat ik wel wat mocht zeggen. Dat, dat zal ik niet vergeten. Ja, is poëzie de manier bij jou de beste manier om iets te kunnen zeggen? Ja, poëzie is een hele krachtige vorm van kunst, waarin je met een paar woorden probeert een gevoel los te maken, of te geven, of troost te geven, verbinding te maken met mensen. Ja. ja, dat is jouw manier. En dat heb je jarenlang voor Ede mogen doen. Zeker. Uh, wat heb je geleerd van Ede? Ik hou van Ede, maar dat hield ik al. Ik hield al van Ede voordat ik stadsdichter was. Maar ik vind dat Ede de mooiste woorden verdient die het kan krijgen. De, uh, er gebeurt ontzettend veel. Er is vreselijk veel mogelijk in Ede. Het is prachtig, de bossen zijn mooi. En nogmaals, er gebeuren echt heel veel dingen. Vrijwilligers, uh, er zijn heel veel mooie mensen die klaarstaan voor de mensen in Ede. Uh, ja, het is, het is echt een hele fijne gemeente. Ga je meehelpen met die zoektocht? Zeker, ik hoop dat ik uh, een heel goed iemand vind. Jong-oud, uh, man-vrouw, maakt me niet uit. Ik hoop uit de dorpen, dat hoop ik echt. Ik hoop dat mensen uit Lunteren, Harskamp, Otterlo zich uh, aanmelden. Voel je vooral vrij, het is ontzettend leuk. Um, uh, ja, en ik, ik hoop dat er eentje tussen zit die fantastisch is. Ja, je hebt het over een frisse wind. Uh, jij hebt natuurlijk een bepaalde manier van dichten. Um, Kun je kort zeggen, van wat is ja, hoe beschrijf je jou? En wat zou je willen zien in die frisse wind? Ik ben heel um, verbindend. Ik ben. Uh, ja, ik denk dat dat het wel is. Verbindend en met compassie. Hier en daar een kleine kritische noot en een dissonant, maar daar ben je dichter voor. Ik, heb, ik vond niet alles even leuk, ik denk 99%. Um, maar een verbindend. Uh, ja, dat, dat ben ik wel. En eigenlijk stiekem zoek ik dat ook wel in een volgende een dichter. Ik denk, je mag vrij zijn in je poëzie en, en doen, maar ik denk ook wel dat je echt een verbinder moet zijn. Je ja. gaat het nu afsluiten. Je hebt laatst nog een prijs gekregen. Uh, de stad bij het Stadsdichterschala, uh, uh, de Mariska Peters persprijs. Hoe is dat om daarmee je periode af te sluiten? Nou, je kunt mij niet trotser maken. Ik, ge het, ik geef nog steeds een beetje licht. Zo'n prestigieuze prijs winnen aan het eind van je stadsdichterschap, dat, dat is gewoon een droom die uitkomt. Ik ben heel erg trots uh, op deze prijs. Het is echt een hele eer. En uh, ja, dat is een prachtige afsluiting van zes jaar. Uh, je keihard inzetten voor de gemeente.